Ja, ik zou nog wel een paar goals willen maken natuurlijk, maar... Hoe heb je dit seizoen? Nog nul, dus misschien nog een goaltje erbij. Assist heb ik er 5. Wat verwacht je van de ontknoping van de Premier League? Ja, spannend. Moeilijk te zeggen. Je moet echt wedstrijd bij wedstrijd bekijken, maar City is wel in vorm. Maar Arsenal wint ook moeilijke wedstrijden, dus ja laat het afwachten. Wat vind je van Arsenal? Natuurlijk de hele Premier League bovenaan gestaan zo'n beetje. Ja. En dat zal de laatste weken zo'n kwakkelen zijn. Ja, is best wel lullig om te zien eigenlijk. Ja. Toen we tegen hun speelden was ik best wel van en onder indruk in de eerste wedstrijd. Ook hoe ze het hele seizoen hebben gespeeld en dan krijgen ze zo'n een dipje. En dan geef je, ik wil niet zeggen dat ze kunnen nog kampioen worden, maar dan geef je het wel een beetje weg. En dat is... Dat is zielig. Maar laten we afwachten. Misschien winnen ze hem nog wel. Maar het is in ieder geval een hele mooie club. En wie weet. Hoe heeft Fulham het gedaan in jouw ogen dit seizoen? Je bent natuurlijk gepromoveerd voor het seizoen. Je staat nu 10e. Ja. Had je dat van tevoren verwacht? Is dat de stunt? We wisten natuurlijk dat we kwaliteit hadden. Maar natuurlijk niet. Van tevoren zou ik niet zeggen, oh, je wordt 10e. Mm-hmm. Maar ja, we speelden tegen Liverpool de eerste wedstrijd en we speelden zo goed. En, ik vond dat we die wedstrijd hadden moeten winnen en dat hadden we niet gedaan. En dan weet je dat er gewoon heel veel potentie in zit. Je zei een tijdje terug in het interview van ik switch een beetje tussen die wingback aan de rechterkant die de hele rechter flank bestrijkt. Ja. Of meer die rechter centrale verdediger. Ja. Wat heeft jouw voorkeur? Maakt niet uit. Het hangt soms een beetje vanaf. Kijk, vaak soms een linksback staat wat dieper en dan sta ik wat meer naar binnen. Dat andere zou ik ook eventueel kunnen. Maar ik denk dat mijn grootste kwaliteit verdedigen is. Dat is altijd al mijn kenmerk geweest. En dat is wie ik ben. Wat zijn je verwachtingen voor volgend seizoen? Oeh, moeilijk. Ja, ik denk niet dat je daar echt een vinger op kan leggen. Ik weet wel dat als we deze jongens bij elkaar kunnen houden, dat we iets moois zouden kunnen bereiken. Kunnen ze jou behouden als een van die spelers? Ja, waarom niet? Ze hebben nog een optie, voor 1 jaar kunnen ze hem verlengen. Je hebt tot 2024 getekend. Ja, dus in principe kunnen ze je tot 2025 hier houden. Ja, klopt. Als ik zo om me heen kijk, is het niet verkeerd hier? Nee, is niet verkeerd. En ik denk ook wel dat dit het jaar is om me heen te kijken of misschien een nieuw contract te tekenen. Maar nogmaals, op dit moment, ik wil zo goed mogelijk het seizoen eindigen. En dan kijken hoe en wat. Maar ik ben inderdaad heel gelukkig hier. Wat zijn nog je persoonlijke doelstellingen in de Premier League? Ja, ik zou nog wel een paar goals willen maken natuurlijk. Maar... Hoe heb je dit seizoen? Nog nul, dus misschien nog een goaltje erbij. Assist heb ik er 5. Dat zijn nummers die je natuurlijk altijd wil verbeteren. Maar aan de andere kant ben ik ook gewoon... Als ik gewoon echt kijk naar het team en naar Fulham, wil ik gewoon zo goed mogelijk eindigen. Ik wil eigenlijk... We zijn heel goed begonnen met de wedstrijd tegen Liverpool. En ik vind het nog belangrijker dat we goed eindigen.